In het Bel Air-project bestudeerden 12 partners endotoxine in de pluimveestal. Endotoxine zijn voornamelijk afkomstig van veren, huidschilfers, uitwerpselen en urine. Water, voer en strooisel hebben slechts een geringe invloed. Door het ontstaan van endotoxine te verminderen, kunnen we de luchtkwaliteit in en rondom pluimveestallen verbeteren. Het verbeteren van de luchtkwaliteit kan leiden tot de afname van chronische longziekte bij de mens. In het project werden verschillende methoden onderzocht die tot een vermindering van de emissies moeten leiden. De nadruk lag op producten en technologieën die endotoxine zo dicht mogelijk bij de bron bestrijden. Bij sommige van deze maatregelen kon echter geen effect worden aangetoond. Zo leidde het gebruik van endotoxinebindmiddel in voer van vleeskuikens niet tot een aantoonbare vermindering van de endotoxine-emissies. Ook een vernevelingsspray voor het regelmatig schoonmaken van de vleeskuikenstal kon de endotoxinebelasting in de stal niet verminderen. En zelfs met een speciaal geprepareerde bacteriofaag cocktail kon bij vleeskuikens geen vermindering worden aangetoond. Diverse andere methoden bleken echter mogelijkheden en kansen te bieden. Het effect van ionisatie op endotoxine bij leghennen kon nog niet worden aangetoond. Maar ionisatie liet wel samenklontering van ultrafijne stofdeeltjes zien. Hier is verdere ontwikkeling nodig van de techniek om het resulterende grove stof op een gecontroleerde manier te verwijderen. Bij de vapor-technologie bij vleeskuikens wordt de stallucht behandeld met ultrasound en UV-licht. Dit lijkt een positief effect te hebben op de endotoxineconcentratie en is ook aangetoond in laboratoriumtests. Maar ook hier is verder onderzoek nodig. Het duidelijkste effect werd bereikt door bij leghennen dagelijks uit te mesten in plaats van om de 5 dagen. Hier kon een endotoxinevermindering van meer dan 70% worden gemeten. De onderzochte droogtunnel met mestbanden lijkt een soortgelijk effect te hebben. In Bel Air is veel kennis opgedaan over verschillende technieken en de weg vrijgemaakt voor ontwikkelingen die leiden tot verdere verbetering van de luchtkwaliteit in en rondom pluimveestallen.